Dus hier suggereert de fabrikant dat jij bewust een vaasje gaat gebruiken dat lijkt op een kwart liter glas, terwijl jij maar 0,2 liter verkoopt. Dit is de boel besodemieteren. In wat voor glazen tappen jullie meestal bier? Gewoon fluitje, vaasje. Bolletje, kleintjes. En hoeveel zit er in een vaasje? Hoeveel zit er in een vaasje? Nou moet je mij vragen. Dat staat toch gewoon op het glas? Nou, ik heb hier glas voor, maar staat er niet op. Dan gaat er 0,25 liter in. Een vaasje is per definitie gewoon 25 centiliter, that's it. Ja. Bier komt in allerlei glazen. Bijvoorbeeld een fluitje, een vaasje of een halve liter. Meestal is het glashelder hoeveel bier je krijgt in zo'n glas. In een vaasje, ook wel Amsterdammertje genoemd, zit standaard een kwart liter. Maar de keuringsdienst stuit in verschillende kroegen op een vreemd glas. Een vaasje dat net ietsje anders lijkt. De keuringsdienst wil meer weten en kijkt diep in het glaasje. Goedemiddag. Nathan. Ja, Nathan van de keuringsdienst. Hoi. Rick. Hallo Rick, je zit lekker in het pintje. Ik ben maar vast begonnen. Ik zie het ook, zie ik dat daar goed trouwens staan? Bierambassadeur? Dat is mijn officiële titel, ja. Ik ben bierambassadeur. Ik probeer mensen enthousiast te maken over bier. Nou, moet je eens kijken. Ik heb die glas bij me, ik zet hem even neer. Wat doet het je aan het denken? Wat voor glas is het, denk je? Dat glas ziet eruit als wat wij een vaasje noemen. Een konisch bierglas met een keurige stootrand. Vaasje, zei je. Dat is eigenlijk net zoiets als wat ik hier nu uit aan het drinken ben. Een soort van. Want het is wel eenzelfde vormglas. Maar het is een glas zonder zo'n mooie gouden rand. En met een mindere inhoudsmaat. Maar dat zie jij direct? Dat zie je wel gelijk, ja. Ja, leg me eens uit. Waar zie je dat direct aan? Dat zie je aan de grootte. Er zit een hoogteverschil tussen die glazen. Maar je ziet het alleen maar omdat ze nu naast elkaar staan. Ja? Want als je er hier 20 van deze op een rij zou zetten, mm-hmm, dan ziet het eruit als 20 vaasjes. Ken je het glas? Weet je waar die vandaan komt? Ik ken dit niet, maar er zijn fabrikanten zat die bierglazen maken. Ja? Dit is overigens heel duidelijk een glas zonder verder enig merkteken. Geen reclame erop, maar ook verder geen enkele aanduiding. Ja? Kan dus overal vandaan komen, kan door iedereen gemaakt zijn. Maar is het echt daadwerkelijk ook van een biermerk of is het maar gewoon een vaasje? Vaasjesvorm. Het is een vaasjesvorm, er staat geen merk op. Er staat geen merk op, ja. Ja, dan weet ik het niet. Dan kan je... Dat hebben wij niet. Het bedrijf dat dit glas op de markt heeft gebracht, heet Bierwinst. En de eigenaar wint er geen doekjes om wat het doel is van dat nieuwe glas. Meer winst voor de kroegbaas. Gewoon weer 5 bier uit een liter in plaats van 4. Wat het de laatste paar jaar is. Want het is nu bagger. 5 bier, waardoor je gewoon weer een gezonde marge op je bier draait. Hey. Rens, keuringsdienst van waarde. Bernie van der Glas. Van der Glas? Ja. Nou, dan ben ik het goede adres, want je weet alles van glazen, toch? Het zou zo moeten zijn, ja. Ik kan je er wel wat over gaan vertellen. Graag. Kom binnen. Welkom. Ja, ik vermoed toch dat dit eigenlijk het formaat van een fluitje is. Ja. En dat dit 20 centiliter is, als ik het zo zie. En dat gaat zeker één slok verloren. Ja, en dat is dus een verschil van, nou, 5 centiliter. Zeker. Wat zeker misschien in eerste instantie helemaal niet zo'n groot verschil lijkt. Maar als je een liter bier hebt, dan kun je er hier dus 5 van tappen en hier maar 4. Ja, dus dan heb je één vaasje winst. Ja. Of in ieder geval die marge pak je nog mee. Ja. Het ziet eruit als een normaal vaasje. Ja. Met de inhoud van een fluitje. Ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja. Het heeft de vorm van een vaas. Ja. Weliswaar iets kleiner, maar de inhoud van een fluitje. Gebruikelijk is dat in een vaasje 25 centiliter schenkmaat zit. Ja. Dus wat je daadwerkelijk koopt, een kwart liter bier is. Daar zit extra ruimte in het glas om ruimte aan het schuim te geven. En bij een goed glas staat dat er ook op. In dit geval bijvoorbeeld is dat zo. Er staat hier een merktekentje, kwart liter. Mm-hmm. En hier weet je waar je het over hebt. Hier staat niks op. Nee. Dat is lastig, want er is dus geen regel voor. En dat is bij wijnglazen, bij borrelglazen ook niet meer zo. Er is geen wettelijke verplichting meer om een minimale maat te verkopen. Maar het is ook niet eens verplicht om aan te geven wat je nou precies verkoopt. Ik heb gewoon een vaasje besteld. Ja? Maar daar gaat geen 25 centiliter in. Sterker nog, het lijkt meer op een fluitje. Ja, maar wat is dan het probleem? Nou ja, ik bestel een vaasje, toch? Ja, maar je hebt verschillende maten in vaasjes. Dat weet ik wel. Maar ik weet verder denk ik dat u echt dan degene moet hebben die daarover gaat. En daar ben ik niet. Dus ik kan u daar verder niet mee helpen.
Even een kort reeksommetje. Hoeveel bier verkopen jullie per jaar ongeveer? Ik kan er een glas naast zitten, maar rond de 20.000 liter. 20.000 liter. Op 1 liter kun je 5 van deze verkopen. 4 van deze. Hoeveel kost een vaasje bij jullie? €2,60. €2,60. Dan gaan we even rekenen hoeveel extra je zou verdienen als je dus de mensen nept door deze glazen voor dezelfde prijs te verkopen. Dat is 20.000 liter keer 62 voor een vaasje. Dan zou je €52.000 extra winst maken. Als je dus deze vaasjes, of hè, tussen aanhalingstekens vaasjes, verkoopt voor dezelfde prijs. Als jullie normale vaasjes, langer zin. Ja. Nou, dat klinkt heel aanlokkelijk natuurlijk. Ja, om die glazen dan weg te doen. Maar ons café zal daar wel de consequenties van meemaken. Omdat dat niet wordt geaccepteerd. Nee. Dan is de BW die hierin staat, dat is een beetje weinig. Ja, ja. Op korte termijn zal het wel wat opleveren. Op de lange termijn zal het niet werken voor ons. Het enige, en daar ben ik benieuwd in hoeverre jij mij begrijpt. Als ik met vrienden op het terras zit en ik bestel een vaasje, maar die heeft de inhoud van een fluitje, dat ik me dan een beetje genaaid kan voelen. Daar is het in ieder geval bedoeld. En dan mag je mij precies vertellen hoe of wat. Want ik weet namelijk voor 1000% dat niet de insteek is van bierwinst. En ik weet ook dat voor 1000% er geen één ondernemer is die dat slikt. Ik zeg tegen jou, haal je de prijzen gelijk. Echter, wat je wel kan doen, is, dat adviseer ik wel, is 10 cent trailen. Dus vraag de omgeving 2,60 voor een biertje, vraag jij. 2,50 voor een biertje. Dat betekent dat je 5 keer 2,50 uit de liter haalt en de rest 4 keer 2,60. Dus pak je €2,10 meer per liter. Zo simpel is het, terwijl je visueel de goedkoopste bent. Dat is toch wel fijn. Maar dit is besodemieterij. Hier staat, je haalt 20% meer omzet door het gebruik van dit glas. Ja. Je haalt 5 glazen bier uit een liter in plaats van 4. Ja, precies. Dus hier suggereert de fabrikant dat jij bewust een vaasje gaat gebruiken dat lijkt op een 0,25 liter glas, terwijl jij maar 0,2 liter verkoopt. Dit is de boel besodemieteren. Dit is oplichting. Dus, sta jij binnenkort aan de bar, lekker in de kroeg, kijk dan even naar de bodem van het glas, zodat je zeker weet of je niet een fluitje koopt voor de prijs van een vaasje.